Met Werken aan de Ring zetten we bijzonder hard in op een betere leefbaarheid en mobiliteit in de rand rond Brussel. We wachten daarbij niet op de herinrichting van de ring zelf, maar we zetten nu al in op de alternatieven, op fietsnelwegen en op openbaar vervoerlijnen. We gaan vandaag een kijkje nemen naar de verschillende fietsnelwegen die in ons programma Werken aan de Ring vervat zitten. We gaan kijken naar de fietsnelwegen die al klaar zijn, degenen die momenteel in uitvoering zijn en degenen die nog op de planning staan. Het is belangrijk dat we samen met onze partners werken aan brede, veilige, comfortabele fietsnelwegen met lange stukken rechtdoor, waarbij de pendelaar vlot en desnoods met de elektrische fiets zich naar de hoofdstad kan begeven om te gaan werken. Hier staan we op de F28 in Meissen. De F28 is een fietsnelweg die eigenlijk Londerzeel met Brussel zal verbinden. We hebben vanuit Werken aan de Ring een stuk van 2,5 kilometer aangelegd. Het is een stuk van 4 meter breed, zoals we trouwens met al onze fietsnelwegen doen. En dat zien we hier ook heel hard. Het is een comfortabele fietsnelweg. Hij wordt niet onderbroken door andere verkeersstromen. Hij is in de twee richtingen bereidbaar door zelfs meerdere fietsers. Bijvoorbeeld een speedpedelec die een gewone fietser wilt voorbijsteken. En zo zien we eigenlijk al die fietsnelwegen van Werken aan de Ring zullen op deze manier worden aangelegd. Dit is de eerste die volledig klaar is. Het eerste stuk dat we hebben gerealiseerd. Later gaan we de fietsnelweg nog door de knoop van de A12 trekken als we ook de echte Werken aan de Ring gaan uitvoeren. Laten we nu eens gaan kijken naar welke andere fietsnelwegen er nog binnen Werken aan de Ring nu in uitvoeringsfase zijn. Hier staan we bij nog een belangrijke fietsnelweg van Werken aan de Ring, de F23. Die zal op termijn Boom en Brussel verbinden. Het stuk dat wij hier gaan aanleggen van ongeveer een vijftal kilometer zal eigenlijk de verbrande brug in Grimbergen verbinden met het Brussels gewest, met de gewestgrens over Vilvoorde, waar we hier nu ook staan. Achter mij is het kanaal, de fietsnelweg zal ook langs het kanaal lopen. We noemen hem daarmee ook de kanaalroute Noord. Het is eigenlijk een belangrijk stuk fietsers die vandaag daar misschien niet echt heel gemakkelijk kunnen doorgaan. Krijgen hier ook zo'n brede, comfortabele fietsnelweg langs het kanaal, dus heel fijn om te fietsen. We richten die ook zo veilig mogelijk in, want er zijn een paar kruisingen met kaaien waar schepen moeten kunnen aanliggen voor de industriezones. En daarvoor zien we tunnels, zodat de fietser eigenlijk veilig zijn weg kan vervolgen zonder in conflict te komen met de andere weggebruikers of met camions die aan het laden of aan het lossen zijn. We zijn nu druk bezig en medio 2022 zal heel het stuk van 5 kilometer klaar zijn. We staan hier op het Woluwedal in Krainem en Zaventem. Het Woluwedal is een weg die hier dwars loopt, de R22. En er zijn twee kruispunten met de Leuvense Steenweg en de tramlaan die we aan het herinrichten zijn, zodat ook het autoverkeer hier binnenkort veel veiliger kan oversteken en de weg gebruiken. En dan staan we hier in de fietstunnel die eigenlijk ervoor zal zorgen dat de fietsers onder de Leuvense Steenweg zullen door kunnen zonder ook maar één auto tegen te komen en dan zo verder hun weg kunnen verzetten. We hebben ook de fietsnelweg langs de E40 die hier iets verderop ligt. En die moet er ook voor zorgen dat die hele verbinding eigenlijk kan afgelegd worden door een fietser op een veilige manier. Bovendien, ook heel belangrijk, is het hier een knooppunt van een aantal belangrijke fietsnelwegen die hier samenkomen. Dus we zorgen naast de tunnel ook ervoor dat de bovengrondse fietsinfrastructuur ook heel goed wordt aangelegd. We staan hier aan de ring rond Brussel aan de HST-spoorwegbrug in Zaventem en in Diegem. Een belangrijke brug voor het spoorverkeer, maar we gaan daarnaast een belangrijke brug voor het fietsverkeer realiseren. Een fietsbrug binnenwerken aan de ring die eigenlijk het sluitstuk vormt van de fietsnelweg tussen Leuven en Brussel. De pendelaar die daar vandaag toch wel een omweg moet maken van een 3,5 à 4 kilometer om de ring over te kunnen steken en bovendien ook in vrij onveilige situaties. Daarvoor gaan we zorgen dat er een rechtstreekse fietsbrug komt, alleen voor fietsers en voetgangers over de ring, die bovendien ook zal aantakken op een aantal belangrijke bedrijventerreinen die hier toch wel in de buurt zijn. We gaan ervoor zorgen dat die fietsnelweg ook rechtstreeks daar naartoe aftakt. We voorzien ook een aansluiting in het station van Diegem, zodat ook het multimodaliteit, het combineren van die verschillende vervoersmodi, kan aangemoedigd worden. Een fietsbrug waar we vandaag al aan het werk zijn, die hopelijk snel af kan zijn, zodat er hier vlot kan gefietst en gewandeld worden. Verder werken we ook aan een aantal fietsnelwegen in het oostelijke deel van de ring rond Brussel. Dat is het projectgebied dat gesitueerd is tussen de knopen Vierarmen, Leonard, Groenendaal en Jezusijk. Concreet gaat het over de fietsnelweg F205, die Terhulpen met Brussel zal verbinden via de Terhulpense Steenweg. Ook daar zijn we volop in studiefase en we voorzien de uitvoering van de werken half 2022. Ten tweede werken we aan de fietsnelweg F204, die Maleise met Brussel zal verbinden langs de E411. Vanuit Werken aan de Ring voorzien we het deel dat op Vlaanderen gesitueerd is en de werken voorzien we van start te laten gaan in 2023. En tot slot is er nog de fietsnelweg F29. Daarvan voorzien we in eerste fase een tijdelijke variant, die zou er redelijk snel moeten komen. Een definitieve aanleg van de fietsnelweg is voorzien samen met de herinrichting van het Vierarmenkruispunt, maar daar zullen we nog een aantal jaar op moeten wachten.
Naast de fietssnelwegen die momenteel al in uitvoering zijn, werken we ook aan een aantal nieuwe fietssnelwegen. Eén daarvan is de fietssnelweg F2, de fietssnelweg tussen Gent en Brussel. Vanuit de werkvennootschap werken we aan een deel in de omgeving van Dilbeek, een stuk van 8 kilometer dat we gaan aanleggen naast de spoorlijn. We zijn momenteel volop in studiefase en het is de bedoeling dat we half 2021 in uitvoering gaan. Als Vlaamse regering zetten we volop in op de modal shift. Een modal shift van 50-50 in de Vlaamse rand willen we tegen 2035 gaan bereiken. Dat betekent 50% van de verplaatsingen zullen duurzame verplaatsingen zijn. En vandaar dat we ook volop willen inzetten op de fiets en dus zeker ook investeren in onze fietsinfrastructuur. Als ik kijk naar de Vlaamse rand, de ring rond Brussel, daar zullen we samen met de werkvennootschap deze legislatuur niet minder dan 300 miljoen euro gaan uittrekken voor fietsinfrastructuur. En daarmee bedoelen we zowel fietspaden, maar ook fietssnelwegen, fietsbruggen en dergelijke meer. Kortom, er zal heel wat geld uitgetrokken worden voor onze fietsinfrastructuur. Daar tekenen we voor. Niet alleen investeren in de weg, maar ook in de fietsinfrastructuur. Hopelijk hebt u na het bekijken van deze video een beter beeld van de vele fietssnelwegen die we binnen het programma Werken aan de Ring willen realiseren. U kan onze website www.werkenaandering.be volgen om meer informatie te krijgen over een bepaalde fietssnelweg of over onze vele andere projecten die we ook binnen het programma Werken aan de Ring gaan uitvoeren. U kan op die website ook andere video's bekijken van onze verschillende andere projecten en u kan zich abonneren op onze nieuwsbrief en onze sociale media volgen om op de hoogte te blijven van onze verdere communicatie-initiatieven of van wanneer we nog eens bij jullie in de buurt langskomen.